Acru Gaming. Ja, welkom terug bij gameplay deel 4 van de Order 1886. Ik ben Gruwelijk van Acru Gaming. En wij gaan even dit gastje even neerleggen. We gaan gewoon verder waar we net gestopt zijn. Bij deel 3. En zoals je ziet... is het aardig gewelddadig. Nou, gaan we meteen weer schieten. Hoppakee. Oh ja, ga jij lekker wegrennen. Waar ben je? Daar ben je. Aha, doei. Escape is neutralized. Nou, er is er nog eentje hoor. Shit, ja, heel zeker shit. Want je gaat een kogel door je kop krijgen. Kijk maar. Hoppa. Nou, het is veilig. Hé, hey, ik zag iets bewegen daar. Nou, dit is gewoon een schildje of zo. Best wel raar dat je dat neerlegt als je in een restaurant aan het eten bent, maar oké. Wat is er allemaal te zien hier? Even kijken. Nou, iemand nog moonshine maken? Wat lekkers drinken? Kan het wel voor je brouwen, maar het duurt even. Even kijken. Nou, gaan we maar naar dit vrouwtje toe. Hè? Ja, rustig aan, ik kom eraan. Oh, schieten. Schieten. Wat is dit dan weer? Blacksite. Target down. Oh. Lekkere pooltafel. Kom, we gaan balletjes gooien. We gaan een bal naar zijn kop gooien. Oh ja. Dit is die Blacksite. Grappig. Oh. Ja, die is dood. Die is dood. Nog eentje. Hoppa. Nou, is deze kamer ook weer veilig. Zullen we een potje poelen, dame? Chicky, 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 waar ben je? Chicky. Oké. Okay. Waar komen jullie nou weer vandaan? Agentjes. Sir, General Raphael is in the next room. Hoe kan het nou in één keer veilig zijn? Dat kan toch niet? You're joking. Hé, hey, hallo. Sta een beetje met de vrouwtje te praten. Echte Casanova, die gozer. Do try not to lag behind. Lafayette. Lafayette. Ah, monsieur. This lady requires my attention. Okay. Your attention ja, is required ik wou wel zeggen. Even luisteren, jongen. Ik heb je nodig. Weet niet wat voor, maar ik heb je nodig. Dus je gaat gewoon lekker met mij mee. You mustn't leave now. Ja, hou jij eens even je mond, chickie. My duty compels me elsewhere. Ja, geef even een kus op de hand. En opschieten nou. Doei. Ah, kijk niet zo sip, joh. Ik weet alweer wat jij wou, maar dat gaat niet door. Most fetching, was she not? I hadn't noticed. Ja, mooi, joh. Because you are not a Frenchman. You are the most American Frenchman I have ever known. I am a lover of liberty, mon ami. A proper knight must mon ami. Without passions, mon ami. A man cannot fight. We do not fight men, Marquis. Men, half-breeds, what does it matter? Vive la liberté. Viva la liberté. Viva la liberté. Grappig hoor, hé. Hey. Zo'n Fransman. Hé, hey, wat is dat? Wat zie je? Wat zie je? Percival, wie is Percival? Wie is Percival? Ik zie twee mensen met elkaar praten en ze lopen dan weg. Oké. Het zal wel. Ziet er wel mooi uit, hè? Dingetjes op die standaard, of hoe je het ook noemt. Let's go. Ja. About time. Doe eens even rustig, joh. Heb je haast of zo? Ik vind het wel leuk, die filmpjes. Ik heb gehoord dat er heel erg veel filmpjes in het spel zitten. Marquis, ik hoop niet dat het te veel is. Maar ik vind het wel leuk, een beetje verhaal zit erin.
London Underground. Oké, we gaan dus even de metro in. Ik wist niet dat die in 1887 al bestond, joh. Zijn er nog... Oh, er zijn nog meer escapees. Air command to all knights in the vicinity of Mayfair. The Metropolitan Police has finished cordoning off the affected areas. Ja, echt waar? Sentinels are continuing their overhead sweep. Oké. We will alert you to any sightings of the escaped patients. Acknowledge. Oh, het zijn patiënten. Wat voor patiënten? Polio-patiënten? Oké, maar waar moeten we nou heen? Die kant op in ieder geval. Nou, dan gaan we gewoon rechtdoor. Hé, hey, wat is dat? Ah, dat is wel een gekke fiets. Kijk dan. Gewoon een gekke fiets. Een hele grote wiel en een hele kleine wiel. Zal wat zijn als je er hier in Nederland rond ziet fietsen, joh. Oké, en nu? En nu? Naar links, gaan we even links kijken wat hier is. Niks. Helemaal niks. Nou, interessant, joh. Gaan we gewoon weer verder. Hey. Loop niet zo te schreeuwen, man. Ja, ik ben gewoon even lekker rustig aan het rondlopen. Waar gaan we heen? Deze kant op. Kijk, vinnetjes. Mooi hoor, hij. En nu? Ja, dit is afgesloten. Oh, we moeten klimmen. Het lijkt Assassin's Creed wel, joh. En naar de andere kant springen. Oh, pas op, pas op. Nou, gaan we omhoog. Ik zag daar iets lopen, pas op. Oh, dat is die chickie weer. Ja, het zal wel, joh. Je hebt me nou al meerdere keren belachelijk gemaakt. Lekker wat aan je lip krijgen. Nou, gaan we naar de overkant springen. Hoppa, klimmen. En nu. Weer een filmpje. Ja, het duurt wel lang hoor, die filmpjes. Hey, wie ben jij? Wie is... Wat? Wat? Oh, het is een monster. Oké. Dan moet ik zeker tegen vechten, of niet? Zo, hey. Zie jij de lelijke uit, man? Oké, okay, daar gaan we mee vechten. Daar gaan we mee vechten. Ik ga hem eens even laten zien wie ik ben. Meer dan één? Waar ben je dan? Daar ben je. Hij gaat dood, man. Even ammo oppakken. Wat moet ik doen? Driehoekje. Oh ja, ik steek hem even neer. Lekker. Nou, die is dood. Oh, ik word er nog één. Oh, kijk uit, jongen. Waar ben je? Waar ben je? Oh, nee. Ah, dit gaat helemaal fout, jongens. Ik denk dat ik dood ga. Ik begin al rood te zien. Oh, dood, 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 dood. Ja, ja. Oké, okay, en nu? Gaan we die ook... Oh, nog één. Snel neersteken, steek hem neer, steek hem neer. Hoppa. Je verandert meteen weer in een mens, joh. Monsieur, hold on. I'm almost there. Oh, nee. Ik ben echt te langzaam, jongen. Ik had al lang op kruisje moeten drukken. Ja, alweer. Nee, nou ga ik dood. Oh, nee, niet. Schieten, schieten, schieten. Ja, ja, neersteken die hap. Ja joh, ren lekker weg. Erachteraan, erachteraan. What happened? Waar kwamen jullie nou weer vandaan? I'll head up to street level and keep after him. You two go Arkun. Head him off. Understood.
Zo, die ziet er wel vet uit hier, die kunst, zeg. Nou, kijk, ik kom. Hé, hey, daar heb je hem. Nou, gewoon neerschieten. Oh. Zo, dat was scheef. Nou, het hekje is in ieder geval open. Oké, okay, rennen. Sneller, waar is hij nou? Volgens mij ben ik hem kwijt. Nou, gaan we nog klimmen? Rennen. Hé, hey, daar is hij. Pas op, mensen, pas op. Ja, springen. Wat is hij nou weer? Hij is wel erg snel. Oh, daar is hij, daarboven. Daar is hij, daar is hij. Schieten, schieten, schieten. Hoppa. Recht in je pan. Kijk, ik denk dat hij dood is. Pas op, pas op. Straks leeft hij nog. Nee, die leeft niet meer. Die is dood. Everyone all right? Yes. Percival, we've neutralized. Nou, dat was dus een gevecht met een stelletje monsters. Good. En nu? I managed to capture one of the half-breeds. Rendezvous back at Regent. Nou, gaan we naar Regentstraat. Let's go. Ja, duw hem nog even een paar keer om te kijken of hij echt goed dood is. Dat vind ik heel slim van je. Wow. Ja, hij is echt helemaal gek, hè? Wie ben jij nou weer? Sir Percival. Oh, Percival. Ben jij Percival? I thought the order of Her Majesty's Royal Knights might be mixed up in this affray. We had reason to suspect a rebel incursion, Commissioner. An elementary conjecture. Oh ja. In that event, perhaps this might be of interest. Wat is dat dan weer? Whitechapel. Purely circumstantial, of course. Een armband. Call it evidence. Well, circumstantial evidence can be a tricky animal. My dear Sir Percival, you may think it is pointing at one thing, but shift your point of view slightly and you may find it pointing in an equally uncompromising manner at something entirely different. Please, indulge me with your musings, Commissioner. Well, first the rebellion, and then this Jack and the Jack and the Ripper? Jack the Ripper! And this. One. Strange. One 1 plus 1 is 2, joh. Oh, Jack the Ripper. Epicenter of. Geloof er helemaal niks van. Our recent conundrum. En nu? We must examine every clue now, you see? Ja, dat moeten we zeker doen. We meet in council 2 days hence. If you would do us the honor of presenting your findings. En dan? You can expect me at Westminster. Ja, schiet er maar gewoon op, joh. Do excuse me. Ik wil spelen. Where have you been? Bloody London traffic. Mon général, what of the other half-breeds that escaped through Hyde Park? We must pursue them. No. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis. Ja, ga lekker Frans praten. Ik versta er geen ene fuck van, joh. Het is nog goed dat ik ondertiteling heb, want anders had ik helemaal niet verstaan wat ze zeggen. I'm sure you will appreciate that for the time being, this must remain a police matter. Oh ja. Of course. Zijn jullie opeens de baas of zo? Ik ben een knight. Something's amiss. Dus ik ben de baas. The underworld in Whitechapel is known to give safe harbor to the rebellion. That's precisely what troubles me. Why would so many half-breeds be found in Bedlam? Nou, weet ik veel. Gewoon lekker uitzoeken, joh. You heard Commissioner Doyle. It's a police investigation. Oh ja. Knights do not relinquish their authority. Jij bent zeker het vrouwtje die alles goed doet. Percival is right. Oké, jongens, dit is het einde van gameplay deel 4 van de Order 1886. Als je meer wilt zien, klik dan even op gameplay deel 5. En dan zie ik jullie daar.